Mijn naam is Sean Villanueva. Mijn passie is klimmen, dus ik klim graag grote rotswanden vooral. Dus ik reis eigenlijk overal de hele wereld af op zoek naar grote bergen, grote rotswanden om te klimmen. En voor mij is het, echt, is het belangrijkste is eigenlijk het avontuur zelf, de ervaring van het klimmen. Dus het project van Seven Summits, voor mij weerspiegelt dat echt ook een beetje mijn visie dat ik heb voor het klimmen of hoe dat je het best het klimmen kunt beleven. Vaak wordt alpinisme of klimmen in beeld gebracht als iets heel serieus, waar de doelstelling heel belangrijk is, waar je de top van de berg moet bereiken en waar dat je heel hard afziet en waar dat je moet vechten en zo van die dingen. En, voor ons is dat eigenlijk niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat we ons amuseren. En als je je amuseert, dan ben je veel sterker en dan kun je veel verder gaan. Dan. Le cabir c'était au boulot. On monte des sacs. On joue de la musique. On attaque. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Put him in the bed with a captain's daughter. Put him in the bed with a captain's daughter. Put him in the bed with a captain's daughter. Early in the morning. Is de volledige voorbereiding heel belangrijk. Je moet zo sterk mogelijk staan. Dus fysieke voorbereiding, technische voorbereiding en ook logistieke voorbereiding. Het eten, hoe dat je gaat reizen, wie dat je ter plaatse gaat tegenkomen. Al die dingen zijn heel belangrijk om over na te denken. Maar je moet ook altijd plaats laten voor het avontuurlijke. Want als je alles tot in de puntjes voorbereidt, dan is er geen avontuur meer, dan is er geen plaats meer voor improvisatie. Dus die improvisatie dat maakt deel uit van het avontuur. Je kunt niet alles voorbereiden. Het is niet super belangrijk om alles tot in de puntjes logistiek voor te bereiden. De reis zelf is ook, maakt ook volledig deel uit van de ervaring. Dus, bijvoorbeeld als we met een helikopter tot aan de voet van de wand gaan of tot aan de voet van de berg gaan, dan mist je een heel groot deel van de ervaring zelf. Om tot daar te gaan zelf, dat maakt ook deel uit van de beklimming. Ik heb een journée de boulot aujourd'hui. Ik heb een petit marathon avec des sacs de 30-40 kilo. Et voilà, on monte du matos. C'est pas fini, on doit encore faire quelques allers-retours vers le bas. Et ça bosse quoi. On espère qu'un jour on pourrait grimper quoi. La fin du marathon. C'est la pile qui est bien rouge. J'ai plus d'énergie quoi. Plus d'énergie dans les jambes. C'est plate quoi. Non, on sent bien là, on est arrivé. Une bonne petite bouffe, une bonne petite nuit et tout sera remis. On réattaque demain. Ah oui, bien sûr. Avec plaisir. Ja. Het tofste, de ervaring is het sterkste als je in een berg gaat en die is proper of zo natuurlijk mogelijk. Zo beleven wij het liefst de bergen. En dus proberen wij dat ook zo achter te laten. Ook wat we heel vaak tegenkomen zijn mensen die touwen en zo achterlaten omdat dat te zwaar is om het terug naar beneden te brengen. En dat is gewoon verschrikkelijk voor ons. Is dat als wij daar aankomen en wij zien dat is... Dat doen we.
doorn in het oog, dat is niet tof om te zien. Dus we hebben al meerdere keer dingen naar beneden gebracht, zaken naar beneden gebracht die andere mensen aan de macht gelaten. Zodat de volgende mensen die achter ons komen toch de berg op een proper manier kunnen beleven. Met mensen die je heel goed kent, met vrienden die je heel goed kent, is dat je elkaars sterktes en zwaktes kent. En je weet wanneer dat iemand in een slechte bui is of zo. En dan weet hoe dat je daarmee moet omgaan. En, wij pakken vaak ook nieuwe mensen mee in ons team. Maar het allerbelangrijkste is gewoon om respect te hebben voor elkaar. Elkaar de compassie te hebben voor elkaar, dus elkaar te begrijpen. En, je moet gewoon je best doen. En je best is misschien één dag minder goed dan de volgende dag. Of één dag kan dat heel goed zijn en dan de andere dag ben je misschien moe of ziek en dan is dat minder goed, maar iedereen doet zijn best. En dan op die manier kan een groep eigenlijk alles bereiken eigenlijk. De zwaktes van één iemand, die worden overgenomen door de sterktes van iemand anders. Allez, 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 tu colles. Allez, tu colles. Allez, tu colles. Allez, ça passe. Allez. 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 Aïchen. Aïchen. T'y crois. Allez. T'y es. Allez, 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 allez. Ah, non. C'est fini. Daar zeker geen schaamte in. Als ik iets niet voel, als ik het niet voel, dan heb ik daar geen schaamte in om mij terug te trekken of om terug naar beneden te gaan. Er zijn bijvoorbeeld andere momenten, bijvoorbeeld waar ik aan het klimmen ben en waar dat er een grote rotsblok is die een beetje loshangt. Of die eruit ziet alsof dat hij loshangt en waar dat je dan op moet klimmen om daar voorbij te gaan. Ja, dan probeer ik dus op een objectieve manier te bekijken of dat die rotsblok gaat loskomen of niet. En als ik het niet voel, als ik denk dat hij gaat loskomen, als het te gevaarlijk is, dan heb ik daar helemaal geen schaamte in om mij terug te trekken en te zeggen, hey, ik voel het niet vandaag, ik doe het niet, ik ga terug naar beneden. En voor mij is dat ook iets heel belangrijk, dat ik graag zie in mijn klimpartners, dat die niet gewoon zonder nadenken voor een bak gaan. En ook heel belangrijk dat ze durven communiceren als er een dag is waar ze zich niet goed voelen, bijvoorbeeld. Of dat ze zich durven terugtrekken als het gevaar gewoon te groot is. Le lendemain d'hier, et on va faire un pierre, papier, ciseaux pour voir. Qui va dormir dans le hamac ce soir? Et tape pas sur mon poing, j'ai plein de tirs. Pierre, papier, ciseaux! Bon, je prends les biscuits avec moi. Een berg beklimmen, dat is niet gemakkelijk. Dat komt altijd wel. Dat is een uitdaging. Daar komen altijd heel moeilijke momenten bij. En het belangrijke is dat je die moeilijke momenten benadert op een manier waar je ze ziet als een uitdaging en dat je die uitdaging aangaat. En op die manier dat je je grenzen gaat verleggen en dat je jezelf gaat pushen om dingen te doen die je misschien, waarvan je misschien dacht dat je ze nooit zou kunnen.
C'est incroyable.